Puinhopen van Vivaldi. Zo heet het boek van Sander Lones, begrotingsspecialist van N-VA en Theo Franke. Ze kraken het beleid van de huidige Vivaldi-regering af en noemen de begroting van ons land dramatisch. Het begrotingstekort bedraagt dit jaar 26,6 miljard euro. En als er geen ingrepen komen, stevenen we in 2029 af op een tekort van 44,8 miljard. Zometeen debatteren we daarover. Eerst een overzicht door Bram van de Putten. Het is vandaag 21 september. De eerste dag van de herfst. Het vallen van de bladeren. De regering is ook gevallen. ...1981. De regering valt over de begroting. Het tekort is duizelingwekkend. Honderden miljarden Belgische frank. Of 16% van het BBP. De zon van de schaduw. De schaduw. Dat is niet waar. In 1992 erft premier De Hane een begrotingstekort van nog altijd 7%. Om de euro te kunnen invoeren, moet België nog eens fors de broeksriem aanhalen. Om ons toegangsticket voor de Europese muntunie te bekomen, zullen we dus met z'n allen een inspanning moeten doen. Een pijnloze ingreep bestaat niet. Wie u dat wijs maakt, strooit zand in de ogen. De besparingsplannen zijn niet populair, maar werken wel. België is geslaagd voor het Europees ingangsexamen. Het tekort smelt weg van 7 naar 1,5%. Goedenavond. Ons land wordt voor het eerst in zijn geschiedenis bestuurd door een coalitie van liberalen, socialisten en groenen. Maar liberale premier Verhofstadt zet de ingeslagen koers niet verder. De begroting blijft in evenwicht, maar daar blijft het bij. Het gerechtsgebouw van Veurne is een van de tientallen gebouwen die onder Verhofstadt verkocht en onmiddellijk teruggehuurd zijn. Met de sale- en leaseback-truc schuift de regering de factuur gewoon door. En de financiële crisis die volgt, doet het tekort weer oplopen, van 0 naar 4%. Nieuws heet van de naald. Een minuut binnen. Er is een akkoord voor een nieuwe federale regering. Dat is er gekomen na een ware uitputtingsslag die gistermiddag begonnen is. Is dit dan de regering van de kracht van verandering? Ja, u moet mij niet proberen een depressie aan te praten. Het overheidsbeslag is in dit land alleen maar gestegen. De verandering is, het zal nu dalen. Wij gaan onze begroting in evenwicht hebben op 2018. We gaan eindelijk uit de schulden geraken zonder de belastingskraan open te draaien. Dat is bij mijn weten in mijn leven nog nooit gebeurd. Een belofte die net niet gehaald wordt. De regering Michel brengt het tekort terug naar 0,7%. Maar dat is ook dankzij een begrotingstruc met voorafbetalingen. Niet echt structurele maatregelen dus. De coronacrisis doet de begroting ook geen deugd. Om burgers en bedrijven door alle lockdowns te helpen, draait de regering de geldkraan open. De miljarden vliegen de deur uit, het tekort stijgt naar 9%. Goedenavond. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleker neemt ontslag uit de federale regering na fouten in de begroting. Ik had dat werk uiteraard graag afgewerkt. En ik had ook graag verder meegewerkt aan de uitdagingen waar ons land vandaag voor staat. Maar ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden voor mij om te blijven functioneren. Volgens de laatste voorspellingen loopt het begrotingstekort in 2029 weer op tot 6,3%. In euro is dat 44,8 miljard. De nieuwe regering weet wat gedaan. En hier bij mij aan tafel twee Kamerleden, Sander Lones van N-VA en Egbert Lachaert van Open VLD. Meneer Lones, de begroting, we zagen het, was al vaker een probleem, maar volgens u is de situatie nu dramatisch. Waarom? Ja, de begroting is dramatisch, maar daar stopt het niet. Kijk naar het migratiebeleid, het is een echte ramp geworden, chaos. Kijk naar de kernenergiekeuzes, er worden te weinig centrales opengehouden. Op vlak van defensie wordt er te weinig geïnvesteerd. Keuze na keuze na keuze zie je dat die regering eigenlijk een puinhoop achterlaat. We hebben er een boek over geschreven deze week, de puinhopen van Vivaldi. Van Vivaldi. En specifiek wat de begroting specifiek betreft, die is er heel ernstig aan toe. Ja, minstens de helft van het boek gaat over de begroting. Begroting, sociaal-economische keuzes die gewoon rampzalig zijn. Te weinig mensen zijn aan het werk. De pensioenen zijn in het gevaar. Niemand kan garanderen dat die straks nog betaald kunnen worden. En wij bouwen schulden op, wij bouwen tekorten op. Wij zitten bij de slechtste landen van gans Europa. Vandaag is het zo dat Griekenland een betere begroting kan voorleggen dan de regering van Alexander De Croo. En wij moeten ons daar toch allemaal eens zorgen over beginnen maken. Puinhopen van Vivaldi heet het boek.
Natuurlijk, Vivaldi heeft ook wel heel moeilijke perioden moeten doorworstelen. Eerst was er corona, er is intussen een oorlog uitgebroken, energiecrisis. Dat erkent u? Ja, absoluut. Hè. Er is een gigantische crisis geweest op vlak van gezondheidszorg, ook op vlak van veiligheid. Alleen is het zo dat die crisissen er overal waren in Europa. Hè. Dus alle landen hebben daaronder te lijden gehad. En we zien dat de regering van Alexander De Croo goed is geweest in het helpen van de mensen. Maar de andere helft van het werk, hoe gaan we dat betalen, daar heeft ze niet naar gekeken en andere landen wel. Dus andere landen hebben die twee zaken gedaan, hebben niet half werk afgeleverd. Zij hebben niet alleen gekeken hoe gaan we helpen, maar ook hoe gaan we dat financieren. En de regering van meneer De Croo niet. En dat zien we vandaag, een rampzalige begroting, gigantische tekorten. Overal was er crisis, maar België is er slechts van al uitgekomen. Meneer Lagarde, ik neem aan, u hamerde daar altijd op als voorzitter van Open VLD, dat een gezonde begroting, budgettaire toestand, heel belangrijk is. Ja, en zoals u zegt, deze regering heeft een heel groot deel van haar bestaan aan crisisbeleid moeten doen. Net zoals vele andere landen. En we zijn daar als land ook goed uitgekomen. Hè. Dus men is eigenlijk op 1 oktober 2020 begonnen met deze regering. Was in volle COVID. Uiteindelijk onze economie heeft meer gegroeid dan andere economieën in de eurozone. De koopkracht van de gezinnen is gestegen. We hebben onze economie kunnen rechthouden. Maar het probleem van de begroting, ik vind het een beetje een paradox, de puinhopen van Vivaldi. Ik heb hier een stukje. Dat is een artikel. België heeft het grootste tekort in de eurozone. En weet u van welke datum dat artikel is? Dat is van medio 2020. En dat was toen eigenlijk al het geval. We zaten al met dat probleem. En als we over puinhopen spreken, meneer Lonens, bent u eigenlijk niet goed geplaatst om ons dat te verwijten. Want het tekort dat toen ontstaan is, dat is door de tax shift die we onder Michel nog afgesproken hebben en die door de val van de regering niet kon gefinancierd worden. Hij heeft een gat geslagen van 5 à 7 miljard in de kas door het vallen van de regering, omdat u eruit gestapt bent. En door het feit dat u de regering toen laten vallen heeft op migratie, heeft u eigenlijk het Vlaams Belang de cadeau gedaan door terug een grote partij te worden. En we hebben anderhalf jaar zonder regering gezeten, waar we naar een tekort van 3% gingen. En dat is de startbasis geweest van deze regering. Dus spreken nu over de puinhopen van Vivaldi, zijn evengoed de puinhopen van de N-VA, die op een onverantwoorde manier de vorige regering heeft laten vallen en het land op die manier in de chaos gestort. Gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, nee, eigenlijk niet. De VLD leidt nu 6 jaar de regering. U moet teruggrijpen naar wat 6 jaar geleden is gebeurd. En inderdaad, we hebben toen de belastingen verlaagd met de tax shift. Dat was een N-VA-voorstel. Ik merk nu op dat de Open VLD er blijkbaar tegen was. De financiering lag wel klaar. We hadden een jobsdeal onderhandeld in de zomer van 2018. U heeft ons uit de regering gezet. Nee. En de schof is niet meer opengegaan. De arbeidsmarkthervorming is er niet gekomen. En dat weet u als arbeidsmarktexpert zeer goed. We hadden akkoorden die klaar lagen. Ze konden gewoon wettelijk gestemd worden. Maar de restregering Michel heeft dat gewoon geweigerd om te doen. U heeft toen de bocht over links gemaakt. U heeft dat vervolgens in Vivaldi verder gezet. En we zien het, we hebben beloftes gekregen dat de arbeidsmarkt zou worden hervormd, maar dat is gewoon niet gebeurd. Deze regering is begonnen en er was 70% van de mensen waren aan het werk. Ze hadden beloofd tegen 2030 zal dat 80% zijn. Elk jaar moest er 1% bijkomen, 10 jaar aan een stuk. Deze regering heeft nog niet de helft gedaan. Er zijn 300.000 jobs bijgekomen de laatste jaren. In andere landen, werkzaamheidsgraad nog nooit zo hoog gezeten als nu. Maar het is altijd het discours van de N-VA, het is een fout van iemand anders. Men heeft ons uit dit is de verantwoordelijkheid van u. Nee, u bent weggegaan. In andere landen, migratiepact en dat migratiepact heeft eigenlijk geen letter veranderd aan het migratiebeleid. Daarom bent u weggegaan. Hij heeft het Vlaams Belang terug groot gemaakt en we zijn verplicht geweest in een bijzonder complexe formatie 6 of 7 partijen samen te brengen waar de PS onvermijdbaar was. En nu even de feiten. U heeft geen 300.000 jobs gecreëerd, maar 170.000 wanneer u eerlijk rekent. Andere landen in Europa hebben meer jobs gecreëerd dan u. België is er gewoon achteruit gegaan ten opzichte van het Europees gemiddelde. Dat zegt professor Stijn Baart, arbeidsmarktspecialist. Iedereen kan dat nalezen, dus ik begrijp die riddels niet. Dat de regering van De Croo succesvol zou geweest zijn op arbeidsmarktvlak, dat is gewoon niet juist. Als ik even mag, u zit hier beide aan tafel, maar het is toch ook zo dat jullie op sociaal-economisch vlak begrotingsbeleid in principe heel dicht bij elkaar staan. Ja, dat klopt. We hebben ook een plan nu op tafel gelegd om 25 miljard saldo de begroting te verbeteren. En ik respecteer ook zeer hard het werk dat Sander Lones levert in het parlement, waar op een ernstige manier over de begroting tussenkomst houdt. En we hebben op dat vlak een gezamenlijke agenda. Maar wat mij mag ik u even voorleggen, waarom? Meneer Lagarde, als ik even mag.
Er wordt gezegd dat u mee als voorzitter bent opgestapt omdat u liberale principes hebt die heel moeilijk te verzoenen waren met de linkse partijen in Vivaldi. Is dat zo? Een rol als voorzitter en als liberaal, en ik ben een overtuigd liberaal, alles wat ik doe drijft mij in hoe kan ik het liberalisme beter realiseren. En een rol als voorzitter, zoals het toen was en vandaag met de premier, is niet evident. Dat weten we, dat geeft een spanningsveld. En bij ons in de partij vond ik dat niet geschikte positie voor mijzelf om daar te zijn. En intussen heb ik mijn drive teruggevonden in het parlement, dus kan me niet klagen over mijn inzet om in deze coalitie samen te werken. Het gaat niet over inzet, hè? Het gaat over ideologisch. Waar ik eens terug op wil komen, wij willen inderdaad een groot deel hetzelfde. Eigenlijk hebben we grotendeels hetzelfde programma en zouden we moeten samenwerken. Maar wat ik dan niet begrijp en is wil weten van meneer Loones, waarom wil u dan per se Open VLD kapot? Waarom wil u met de MR niet praten? Waarom wil u de liberale familie niet zien, maar zit u intussen wel eieren te leggen bij de PS die u gisteren in het halfrond uitmaakt voor fascisten. Wij reiken nu de hand om economisch de hervormingen te doen die we samen moeten doen. We gaan inhoudelijk inderdaad een eind dezelfde weg op. Oh, het verkiezingsprogramma van de VLD is vaak... ik heb de indruk dat het op de kopiemachine van de N-VA lag. Mm-hmm. Maar waar het wel een verschil is, is we willen dat programma ook uitvoeren. Mm-hmm. We willen dat niet graag op papier zien staan in een verkiezingsprogramma. We willen dat ook effectief uitvoeren. We stellen vast dat de regering van Alexander De Croo blijkbaar meer bezig is met de 20 ministers en staatssecretaris, die ze telt de 830 kabinetsmedewerkers, dan effectief zorgen dat die arbeidsmarkt wordt hervormd, die staatshervorming, Lones, die pensioenen worden maar hervormd. Maar we horen hier een uitgestoken hand. Open VLD heeft onlangs ook een groeiplan voorgesteld waarbij er bij een volgende ploeg wel degelijk sprake is van besparingen, hervormingen, ter waarde van 25 miljard euro. Voilà, maar dat is het tweede punt dat ik graag wilde maken. Het programma lag inderdaad op de kopiemachine van de N-VA, maar blijkbaar was papier op. Want in ons programma komen er nog een paar pagina's achter. Hoe gaan we dat effectief doen? En meneer Lagarde, wij weten allemaal dat het in dit België niet meer zal lukken. We weten allemaal dat dit land niet werkt. Uw regering zou bewijzen dat dat wel het geval is. Alexander De Croo laat een desastreus parcours achter. Wij moeten dit land op een andere lees gaan schoeien. We moeten ook institutioneel in die structuren gaan bijschakelen. En dat lees ik niet. Dat lees ik niet in het programma van de VLD. Integendeel, u wil bevoegdheden afpakken van Vlaanderen. U wil Vlaanderen onder curatele zetten. En dat begrijp ik niet. Wij kunnen centrumrechts beleid voeren in Vlaanderen, maar dan zegt de Open VLD dat doen we niet. We gaan meer bevoegdheden terug naar België brengen, terug naar de PS brengen, om nog meer links te gaan besturen. We hebben links regering gehad. Meneer Magnet zat hier in de studio en zegt, ik heb mij geamuseerd laatste jaar, ik heb niet anders gedaan dan geld uitgegeven met een liberale premier. Gaan we zo meteen nog op in. Ik laat u hier eerst op reageren. Waar ik het eens mee ben, we moeten een discussie over de structuur voeren op een bepaald moment. We hebben een zeer complex land. En het is niet zo dat mijn partij of ikzelf bevoegdheden terug per se naar het federale wil brengen. Wat we wel vinden, is dat het federale niveau op een bepaald moment ook scheidsrechter moet kunnen spelen, omdat tussen de gewesten en gemeenschappen ruzie bestaat en er om duur niks vooruit gaat. En dan moet iemand wel zeggen wat we dan juist doen. Maar we gaan niet Vlaanderen onder curatele praten. Staat in uw programma. De N-VA wordt verweten te zorgen voor tijdverlies. We hebben net 4 jaar tijdverlies gehad. Met die regering is er niks gebeurd. Dat is ons programma niet. Aansluiten bij een hervormingsagenda die een aantal centrumrechtse partijen willen voeren, ook op het federale. Ons voorstel is zeer duidelijk. Vanaf dag 1 moet de regering Vivaldi weg. De regering De Croo moet weg. We gaan met een crisiskabinet, crisisregering vormen, crisisbeleid gaan voeren, want het is absoluut nodig om dat te doen. En tegelijk gaan we het institutionele voorbereiden, want zonder het institutionele krijg je dit land gewoon niet vlot. We gaan daar zo meteen verder op in. Ik wil, want inderdaad, als we kijken naar de toekomst en hoe die slechte begroting kan worden aangepakt, dat kan alleen samen met andere partijen, zoals de PS. En meneer Magnet, die zei onlangs voorzitter van de PS in de afspraak op vrijdag het volgende. Waar kan je besparen in België? Dat is niet zo evident. Hè. Zijn er te veel leraren in België? Zijn er te veel politieagenten? Zijn er te veel magistraten? De Open VLD zegt zijn er te veel brandweermannen enzovoort? Maar ik vind dat absoluut geen goed idee. Ik hoor ook dat Alexander De Croo zegt we moeten meer in defensie uitgeven en minder in sociale uitgaven en gezondheidszorg. Dat zal met de socialisten nooit gebeuren, geloof mij. Ja, het is eigenlijk een vraag voor jullie allebei, maar dat worden heel moeilijke gesprekken, zoals altijd na de verkiezingen. Het is gewoon onmogelijk om met de PS dit land te besturen. Dat ziet toch iedereen. Dat is net de reden waarom we die bevoegdheden weg moeten halen van België en aan Vlaanderen geven. We weten hoe we dit land moeten op orde zetten. Ons programma is gelijk. Hè. Meer mensen aan het werk als in Vlaanderen. Dit vind ik even heel verwarrend, meneer Loones, want tegelijkertijd zijn er toch veel signalen vanuit uw partij van wij moeten toch verder kijken en aan tafel gaan zitten met Paul Magnet, want anders kunnen we
niet richting toekomst de zaken anders aanpakken? Ja, eigenlijk is dat zo moeilijk niet. Wat wij willen is één groot akkoord met de PS om vervolgens niets meer met hen te waken te hebben. Dus dan zegt u de allerlaatste keer en dan zal het opgelost zijn. Dat klopt. Wat we vaststellen is dat er nu constant gekozen wordt voor regeringen waar enveloppes worden gevuld met geld en die gaan constant naar Wallonië. Wij zeggen ja, nee, één enveloppe, we scheuren hem in twee en dan maken we elk onze eigen keuzes, want wij weten welk beleid we willen voeren. Als in Wallonië en in Brussel evenveel mensen zouden werken als in Vlaanderen, dan hadden we 18 miljard. Als wij gezondheidszorg zouden zorgen dat het geld bij de patiënten komt en niet bij de structuren, hebben we 3 miljard. Maar die keuzes gaan we niet maken met de PS. Niet door elkaar. Keuze kunnen wij maken in Vlaanderen. Niet door elkaar. Je gaat niet anders kunnen dan de PS geld geven. En dat was ook de logica van het akkoord van 4 jaar geleden. Dat was uw logica. U bent een Vlaams nationalist, ik ben een liberaal. Ik wil liberale hervormingen. Meneer Lones, laat u even met. Dat is de essentie van uw partij. U wil die communautaire omslag omwille van die omslag. Ooit wilde u dat ook, meneer Lagarde. En hoe gaat u dat ook? Meneer Lones, oprechte vraag. Wat u nu verdedigt, nog één keer met de PS, zakenkabinet, het zal dan opgelost zijn. Klinkt dit niet heel verwarrend voor een kiezer en bovendien utopisch? Ja, absoluut niet. Wat is het alternatief? Wat we deze laatste 4 jaar gezien hebben, de absolute afgrond die voor ons uitstaart. Hè. Straks kunnen de pensioenen niet meer worden betaald van de mensen. Hè. Straks krijgen we nog 5 miljard extra belastingen. Dat is wat meneer Magnet voorstelt. Maar het gaat erom, hij wil niet hervormen, hij wil gewoon extra belastingen invoeren. Hoe krijgt u, meneer Magnet, zover? Maar de realiteit moet ons tot die toestand brengen. Er zijn eigenlijk het feit dat het zal gebeuren, het zal gebeuren. Dat is zelfs de vraag niet. De vraag is hoe. Gaan we het zelf onderhandelen onder verantwoordelijke bestuurders? Of zullen wij echt wachten tot er gebeurt in België wat we gezien hebben in Griekenland? Dat de internationale financiële bestuurders hier binnenkomen en de boel komen overnemen. Want dat is waar Vivaldi ons naartoe brengt. Een absolute puinhoop. U blijft u eigen in het mandje leggen van een Vivaldi bis. Van Magnet weten we al dat dat betekent 5 miljard extra belastingen erbij per jaar, terwijl uw regering al gezorgd heeft voor 6 miljard extra belastingen per jaar. Laat ons toch afstand nemen van die PS. Zet de VLD terug op een liberale lijn. En dat wil zeggen, kiezen voor concurrentie tussen deelstaten en niet voor een Belgisch monopolie. Ik geef nog het woord aan meneer Lagarde. Ik ben zeker van overtuigd zijn dat ik zo ver mogelijk in mijn liberalisme zal gaan om de partij zo liberaal mogelijk te kleuren. Ik lees niet in uw partijprogramma. Wat u nu zegt is ook, u neemt de mensen ook niet mee in een erg positief verhaal. Dus u doet alsof dat hier het putje van Europa is. We hier in een rampzalige situatie zitten. We zitten ontkent de werkelijkheid. Belooft u dat dit land te hervormen is zonder institutionele agenda? Meneer Magnet, dan u wil of niet, Europa zal ons verplichten. Belooft u dat dit land te hervormen is zonder institutionele agenda? Europa zal ons verplichten en we zullen moeten de werkloosheidsuitkering in de tijd beperken. We zullen de groeienorm moeten herbekijken. Dat krijgen we wanneer een premier liever met zijn carrière bezig is dan effectief dit land. We moeten hier afronden. Ik hoop dat we toch elkaar vinden om vooruitgang te kunnen boeken. Onvoorstelbaar. Ja, we zullen zien wat dat wordt na dit gesprek. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Dank jullie wel. Dank je wel.